Het begint 4 jaar geleden. Ik woon in Suriname en ik geniet van mijn sabbatical. Fijn leven, beetje werken, beetje reizen, beetje varen op de rivier. Maar ik merkte ook iets aan mijn lichaam. Een oneffenheid. Ik ging langs bij een vriendin die ook arts is in het academisch ziekenhuis in Paramaribo. We dronken een wijntje, we aten een eitje. En op een gegeven moment liet ik haar mijn oneffenheid zien. Ze keek een beetje serieus en ik merkte aan haar dat ze het niet zo fijn vond. Ze organiseerde direct de volgende dag een onderzoek voor mij in het ziekenhuis. Ik kon daar terecht en de artsen onderzochten mij, maakten foto's, namen puncties. En ik zat even later met een van de artsen achter het scherm. En ook aan hem merkte ik dat het niet goed was. Niet fijn. En op een gegeven moment vroeg ik, hoe erg is het eigenlijk? Ja, zegt hij, ik denk voor 99% dat het een kwaadaardig gezwel is. Oké, zo ging ik naar huis in Suriname. En het leek wel alsof het niet over mij ging. De arts had me aangeraden om direct terug te gaan naar Nederland. De volgende dag zat ik al in het vliegtuig. Nog steeds niet helemaal mezelf, dus ik nam een wijntje en een pilletje om te slapen en ik ging rustig naar huis terug. Die volgende dagen kwam ik in het ziekenhuis en daar deden ze onderzoek op onderzoek. En ook bij die artsen merkte ik dat ze het eigenlijk helemaal niet zo gerust op waren. Het was niet alleen een tumor, er waren ook uitzaaiingen. De arts stelde voor om een PET-scan te doen, want met een PET-scan kun je alles zien in je hele lichaam. Daar moest ik 2 dagen op wachten, want PET-scans worden niet zo vaak gedaan en kun je niet overal doen. Die 2 dagen, de eerste nacht, werd ik toch wel bang. Ik dacht, als er zoveel uitzaaiingen zijn en straks is het nog erger, dan kan ik ook doodgaan. Daar was ik eigenlijk nog helemaal niet aan toe om dood te gaan. En ook vond ik het vervelend voor mijn kind en voor allerlei mensen om me heen. En werd ik zelf ook bang, want ik wist eigenlijk niet zo goed wat dat was, doodgaan. De volgende nacht, nog een nacht wachten, zag het totaal anders uit. In die nacht dacht ik ineens dat iedereen doodgaat. Niet alleen de huisdieren, niet alleen de koeien, maar ook alle mensen om me heen en alle mensen in de hele wereld gaan dood. Op dat moment bedacht ik dat ik sterfelijk was. En dat gaf verlichting. Daarna zag de wereld er totaal anders uit voor mij en er kwam een rust. En het leven daarna, ook na de behandelingen, zag er helemaal anders uit.